En dan over toetreding van nieuwe landen. Ik vind het ontzettend positief te horen dat Dennis de Jong van de SP zegt, die criteria, het heet Kopenhagen criteria, dus de mensenrechten criteria om een nieuw land toe te laten, die moeten we heel scherp in de gaten houden. En onder andere op homorechten. Fantastisch, want dat gaan we natuurlijk doen, dat horen we te doen. En dan kunnen die landen er dus wel bij. En het fijne daarvan is, dames en heren, en dat snap ik dan niet van Natasja Oelemans, die toch weer een soort van eigen homo-eerst verhaal hier ophangt. Zoals ze ook eigen dieren-eerst verhalen ophangt. Het fijne is, Europa is een solidair project. Nee. Het geweldig toch als wij nu met z'n allen zien dat in Riga uiteindelijk de rechter heeft gezegd, die mars mag wel doorgaan. Oké, een beetje in een rottig parkje ver weg. Nee. Maar het is wel stap 1. En wij zorgen er dus wel voor, met z'n allen in Europa, dat soort landen wat doen aan hun homofobie. En volgens mij gaat het ons er niet alleen maar om dat je tussen de grenzen achter de dijken van Nederland hand in hand kunt blijven lopen. Maar dat het fijn is dat je dat ook in Riga kunt. Waar ik vind dat wij ons sterk voor moeten maken, dat is dat de wederzijdse erkenning van homohuwelijken en partnerschappen, dat in de landen in Europa waar dat mogelijk is, dat die landen ook de partnerschappen en huwelijken uit andere landen erkennen. Dan ga ik eventjes naar Dennis de Jong van de Socialistische Partij. Want er staat in jullie kiesprogramma nadrukkelijk dat jullie in ieder geval geen voorstander van zijn om homoseksuele asielzoekers altijd een asielstatus te geven indien ze afkomstig zijn uit landen waar homoseksualiteit strafbaar is. Ja, dat klopt. Ja, dat klopt, zeker. Maar we zijn ervoor dat er minimumnormen zijn, die zijn er ook in Europa, op dit terrein, dat als je vervolgd wordt op basis van je homoseksualiteit, dat je natuurlijk asiel moet krijgen. En die stelling is alleen heel absoluut. En laat ik zeggen, tot 10 jaar geleden was het in Engeland ook zo dat bepaalde homoseksuele handelingen strafbaar waren. Toch hebben we niet alle Engelse homo's in Nederland onmiddellijk de vluchtelingenstatus gegeven. Nee, maar ik zie wel in de praktijk, we hebben een heel aantal gevallen gehad van Iraanse homoseksuele asielzoekers, waar we enorme acties op touw moesten zetten, elke keer weer. En dan stonden ze al met één voet op de vliegtuigtrap terug naar Iran. En dan kwam er net weer, en dan streekte weer een minister met zijn of haar hand over het hart. En daar moet dus veel meer harmonisatie komen tussen de verschillende lidstaten. En dan nog één opmerking, want Dennis je zegt net van mensen die uit landen komen waar homoseksualiteit strafbaar is. Dat is lang niet altijd het punt. Er zijn landen waar het helemaal niet strafbaar is, maar waar je even goed je leven niet zeker bent. En wat het probleem is met die asielzoekers, is dat dan komen ze hier. En als ze dan hier zeggen van ik zoek asiel omdat ik als homoseksueel mijn leven niet zeker ben. Als ze dan geen asiel krijgen, dan moeten ze terug naar hun land waar dan inmiddels bekend is dat ze homoseksueel zijn. En als ze dan niet door de overheid een kopje kleiner worden gemaakt, dan is het wel door hun familie of hun kennissen. Dus, maar wat betekent dan even concreet harmonisatie? Wat betekent dat dan gewoon concreet? Dat elk land daar dezelfde aanpak heeft. Het kan niet zo zijn dat als je in Nederland komt dat het oké is. En als je in het Verenigd Koninkrijk komt dat je dan terug wordt gestuurd. Oké, Europees beleid op dat gebied. Ja. Gewoon heel duidelijk, Jenny, uit de VVD. Nou ja, daar wil ik even op aansluiten. Want we hebben de afgelopen 5 jaar heel hard aan gewerkt. We hebben sinds 1999 al beleid om tot een gemeenschappelijk asielbeleid te komen in de Europese Unie. Feit is dat we op dit moment met grote verschillen zitten tussen de lidstaten. Dus dat Griekenland het niet kan boeien of je homoseksueel bent. Frankrijk weer wel, enzovoort, enzovoort. We zijn nu op dit moment bezig met een gewijzigd asielpakket. En daar wordt dit allemaal in geadresseerd. Ik ga even naar Partij voor de Dieren en Partij voor de Vrijheid. Kijk maar even wie daar op wil reageren. Want op zich is het natuurlijk een mooi pleidooi. Hè, van zorg in ieder geval dat we het Europees geregeld hebben. Dat we ook een signaal uitgeven van Europa staat voor tolerantie en wij zijn een vrijhaven als het gaat om de homobeweging, homo-emancipatie. En als je het als Nederland nog beter wil doen, dan kan dat. Wat zou er mee mis zijn? Gemeenschappelijk asielbeleid, Europees, op wie? Ja? Ja, wij willen het asielbeleid niet in handen geven. Wij vertrouwen Europa ons asielbeleid toch niet toe. Wij kunnen toch beter zelf bepalen wie we toelaten. We zijn niet voor om alle homo's toe te laten uit bepaalde landen, want dat is gewoon niet te handhaven. Maar dat is dan toch een beetje eigen homo eerst. Maar hey, wij willen opkomen voor homo's in Nederland en in het buitenland, maar in Nederland vergeten we ze gewoon. Ik bedoel, kijk naar het geweld tegen homo's. Hoe worden de daders aangepakt? Die worden gewoon niet aangepakt. Wij zeggen gelijke kansen, gelijke rechten, gelijke berechtiging in de hele Europese Unie. En dat betekent dat je dus gezamenlijk afspraken maakt over asiel. Dat je dus gezamenlijk optreedt tegen discriminatie. En als je dan de angst hebt dat het bij ons minder wordt, dan kun je er zeker van zijn dat dat niet zo is. Want bij al dit soort richtlijnen is het zo dat als je het zelf beter wil regelen, dan kan dat. Ja, maar
beslissingen kunnen meetrekken naar een beter asielbeleid. Zodat zij geen homoseksuelen meer terugsturen naar Iran. We hebben allemaal die enge foto's gezien van de jongens die daar werden opgehangen. Maar als we de Grieken kunnen meekrijgen, dan hebben we winst. Want het is niet genoeg dat ze daar lesbos hebben. Oké, Sofie Schelte heeft een D66. We zijn de afgelopen decennia zijn gegroeid van een economische unie inderdaad naar een politieke unie, naar een Europese rechtsgemeenschap, een waardegemeenschap. Dat zijn we nu. Het vaststellen van minimumnormen ten aanzien van asiel is, zoals jullie het terecht zien, zei net, juist een gegeven waar aan andere lidstaten die nu een enorme achterstand hebben als het gaat om standaarden zich aan kunnen optrekken. Het is nooit zo dat bestaande standaarden, bijvoorbeeld in Nederland, naar beneden gaan of worden verwaterd door het aannemen. Die er wel zijn, is dat wel gebeurd. Mag ik heel even, niet door Europese normen. Daarom komt, als het wel gebeurt, dan is er ook nog zoiets als de verantwoordelijkheid van de nationale politiek. Ja. We hebben de gemeente, we hebben de provincie, we hebben het Rijk en we hebben Europa. En al die lagen werken aanvullend aan elkaar en zitten, als het goed is, niet te veel in elkaars vaarwater. Nee, en daar telt het geld. Partij voor de dieren. Nee, u moet nu eens even één keer luisteren. Want u zegt nu echt het grootste onzin. Nee, als uw partij niet opzet in de Tweede Kamer en instemt met het verwateren van de normen ten aanzien van asiel, dan is het een probleem van de Haagse kaasstok. Dat is niet een probleem van Europa. U moet echt over de dijken heen gaan kijken en niet zo ingekeerd. Ik word helemaal... Ja. Ik heb nou een aantal keren de woorden horen vallen van doodsbang en eng en griezelig. Ik vraag me altijd af, waarom denken we nou maar voortdurend in termen van angst en bedreiging? Wij hebben in Nederland, want het heeft hier ook 20 jaar geduurd hoor, voordat we de zaak hier op orde hadden, het homohuwelijk. Waarom hebben wij nou niet de ambitie om wat we hier bereikt hebben ook in Europa te bereiken? Er zijn genoeg medestanders. Ja, als je ziet wat er in Spanje gebeurt, die lopen op dit moment voorop. Wij kunnen wat we hier bereikt hebben, de verworvenheden die we voor Nederlandse burgers hebben bereikt, willen wij als D66 ook voor Europese burgers. Dat is de volgende stap. En ik heb er alle vertrouwen in dat wij als Nederlanders die achter die verworvenheden staan, dat ook in Europa kunnen bereiken. Goed, dus denk groot van deze. Als je consequent bent en je draait het even om, Brussel ook een zaak van Den Haag, dus laat Den Haag zich bemoeien met wat er in Brussel gebeurt. Laat Den Haag eens even zeggen in Brussel tegen de andere lidstaten in die achterkamertjes waar u het over heeft. Het homohuwelijk, vrije verkeer van gezinnen. Ik wil dat het homohuwelijk erkend wordt in de hele Europese Unie, in alle 27 lidstaten. Zover is het nog niet en het is een nationale wetgeving. Ja. Maar ik wil wel dat een homohuwelijk dat hier gesloten wordt, in alle consequenties wordt erkend in elke lidstaat in de Europese Unie. En als het CDA serieus is in wat er nu net gezegd wordt, dan wil ik ook wel graag de toezegging dat we dat met het CDA gaan bereiken. Het gaat hier over seks. Het gaat hier dus niet over het enkele feit of je geaardheid hebt, maar of je die mag uitdragen en of je mag vrijen met iemand van de gelijke seksen. En het woord enkele feit daarin, daar gaat een heleboel verdriet en leed en liefde en gezelligheid achter, die je er niet uit hoort. Dat woord zou ik eigenlijk gewoon voor tafel willen hebben. Mag je het zijn en mag je het doen? Je mag het doen. Ja, maar mag het dan zo zijn dat een homo ontslagen kan worden op een christelijke school? Ja, niet alleen op grond van het feit. Ik zou het CDA toch echt wel wat solidairder willen horen met een collega minister van onderwijs die zich daar knetterhard voor inzet.